In deze video doe ik de unboxing van de Anycubic Viper. Laten we beginnen. Als ik de doos open, dan zie je meteen testfilament, handleidingen, tools, het schermpje en dan ook nog de spoelhouder. En als ik dan nog verder de moes eruit doe, dan zie je ook nog de extrudertogen en dan nog het tweede onderdeel, het bit. Hier zie je dus alle onderdelen uit de doos en er zit ook nog een klein bakje. Onderaan de printer, als ik dat open doe, dan krijg ik ook nog allemaal tools en twee reserve nozzles. Dan kan ik nu de extrudertogen op de rest van de printer monteren en dat doe ik door middel van vier bouten. Hierna monteer ik ook nog het schermpje op de rest van de printer. En als dat klaar is, kan ik de printer voor het eerst aanzetten. Nu de printer aanstaat, kan ik het filament erin laten komen. En dan gaan we nu door met het review gedeelte. Hier zie je dan mijn allereerste print met de Anycubic Viper. Deze STL-file werd bij de printer geleverd op het SD-kaartje. Uiteindelijk heb ik de uil herschaald naar 50% van de grootte. Ook zie je dat ik de uil geprint heb met PETG en met PLA Flex. Dus flexibele vulling op basis van PLA. Deze flexibele uil heb ik geprint op het vlakke printoppervlak. Hier zie je dan ook nog de uil die ik geprint heb door gebruik te maken van de print resume functie. Hierover vind je meer op mijn tweede kanaal genaamd Creative 3D Printing. Dan zie je hier heel duidelijk het verschil van het ruwe en het gladde printoppervlak. Ook heb ik de Benji geprint, maar deze heb ik geprint in 14 minuten. Hier zie je dan nog de Print in Place cilindermotor en ook zie je hier de Print in Place Hinged Calibration Cube. Dit was de unboxing en review van de Anycubic Viper. Ga zeker nog een kijkje nemen op Creative 3D Printing voor de uitgebreidere video's over elk onderwerp. Enorm bedankt voor het kijken en tot de volgende video.